dit. Koffie. Ik had je vanmorgen al getagd in een briggie. En ik kreeg een hele andere ervoor. Ik dacht, dus ik heb Dick maar neergezet. Zo het hebben. Maar jij verandert heel vaak van naam, hè? Ja, klopt. Angela die komt hier ook uit Medemblik vandaan. En ik en Angela natuurlijk weer vanuit Waaland. Daar hebben ze een eigen café gehad. En daar hebben wij met de Telsters heel veel op mogen treden. En ik weet dat Angela een huis heeft. Heel veel kinderen. En een muzikale man. Goed. En Angela die... Waar ga je mee beginnen? Ga je met je eigen nummer beginnen? Nee? Ik ga beginnen met Het is over. Van Heerlijk duurt het langst. Dus, maar de uitvoering van Brigitte Heidser is wat korter. Oké, okay. Nou, ik zou zeggen, geef een heel groot applaus. Angela! Het is zo. Hij zegt mij niets meer. Ik ben vrij. Het is over. En het doet me niets meer. En ik ben blij, hij is voor mij zomaar een heer. En al die toestanden, het hoeft niet meer. De man die thuis kwam, s'avonds laat, zo moedeloos en prikkelbaar. Dat alles is mijn zorg niet meer. Het is nog allemaal voor haar. Ze mag hem hebben. Het wachten in het grote bed, dat was het ergste. Oh mijn God, het al door wachten op zijn tred. En de sleutel in het slot, ze mag hem hebben. Zijn leugens en zijn draaierij, zijn minderwaardigheidscomplex. Zijn sympathie voor vijandmoord, zijn bril, zijn sokken en zijn seks. Ze mag hem hebben.
Hé, nee, wat zei je? Ze wist echt niet wat ze kiezen moest van haar, want ik weet dat ze allemaal kan, maar dit heb ik nog nooit van jou gehoord. Want... Ja, nee, ik vond het heel apart. Wim? Je wist niet wat je kiezen moest. Maar wat zing jij normaal? Blues. Blues. Nou, laat ik dan zeggen dat ik je de allerbeste vocalist van de hele avond vind. Daarbij vind ik wel dat dit nummer duidelijk niet geregisseerd is. Want in dit nummer doe je me wat. Je probeert heel theatraal aan iedereen duidelijk te maken van je mag hem hebben, maar geen hond die het gelooft. Nee. Maar niemand mag mijn man hebben, dus dan wil ik dat ook niet geloven. Dat is die man die je staat te filmen. Ja. Ja, nee, dan kijk je ook een heel link uit zijn ogen. Ik ga een stukje van. Ja. Nee, maar je bent vocaal voor mij de beste kandidaat van de hele avond. Omdat je enorme mogelijkheden hebt die je niet gebruikt. En ik weet zeker dat de expert rechts van mij, Jeroen, dat zal beamen. Je hebt enorme mogelijkheden. Maar wat je doet is je maakt niet gebruik van de situatie, zeg maar. Je staat hier, je zingt een lied. Ja. En dat komt niet echt over, want het wordt een beetje theatraal. Ja. Maar wel een verdomd goede zangeres ben je. Dank je wel. Ja, je hebt het jezelf niet makkelijk gemaakt met het stukje. Nee, maar dat wil ik ook niet. Nee, maar dat bedoel ik niet. Maar het staat stil en het gaat weer verder. En het zijn lange stiltes. Het is een beetje kleinkunstachtig. Dus moeilijke akkoordwendingen. Best lastig. Ik vind dat je er heel goed doorheen hebt geslagen, moet ik zeggen. Want het is echt niet makkelijk. Dus... Ja, ik vond het niet echt een talentenjachtnummer, dat terzijde. Ik voel me meer in de kleine komedie. We hadden het al over musicals. Je hebt ontzettend veel volume in je stem. En ik denk dat jouw zangstem nog niet eens tot z'n recht komt in dit nummer. Dus blues, ja, blues zegt het al, daar heb je ook die volume bij. Dus ik kan niet wachten op je volgende nummer. Wel heel goed gedaan, dankjewel. Nou, Angela, kan je er wat mee? En je volgende nummer wordt een eigen geschreven nummer. We hebben Jack ook nog. Jack wil wat zeggen. Oh, Jack. Jack, ja. Hi, Jack. Ja, uiteraard kan ik hier natuurlijk wat meer over de styling vertellen. Ik zie wel dat je er wat aandacht aan besteedt, hè. Maar nog even meer... je bent een beetje aan het verschuilen, volgens mij. Je moet even wat meer... Het ziet er goed uit, hoor. Ik bedoel, het is niet slecht bedoeld. Het is opbouwende kritiek, zeg maar. Maar je mag er even meer... Je kan er wat meer mee doen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat weet ik. Goed. Dankjewel. Oh, je bent jaloerse mannen. Oh, nee. Nee, hoor. Goed, dankjewel. Angela, geef een applaus.